Hallo, hier is Wendy. Vandaag wil ik u graag deze steek laten zien. De zandsteek. Een hele mooie, compacte steek, maar vooral heel makkelijk om te maken. Ik ga deze laten zien. Dat is het stekenpatroon van Kim, van By Mom Kim. Maar ik heb expres deze even gemaakt, zodat je ziet dat deze is gehaakt volgens de haakbijbel. En je kan dus een steek een klein beetje aanpassen. Het blijft de zandsteek. Alleen je maakt een andere basis en een andere zijkant. En eigenlijk verandert dat niet aan de steek. Dit is de zandsteek, dit is de zandsteek. Alleen Kim heeft er een andere basis bij. Dus dat wilde ik even laten zien als vergelijking. Heb je een haakbijbel in huis, pak hem erbij. Dan kun je het verschil zien dat deze stekenpatroon is hetzelfde. En dan zie je dat alleen de zijkanten en de basis net even wat anders is. Deze mag ik van Kim laten zien, heb ik van Kim geleerd. We beginnen met de stokjes en dan gaan we het patroon aanhouden van de zandsteek. En in het Engels heet die grid stitch. En die ga ik nu laten zien. Kim werkt met stappen en die stappen kan je vinden op haar website die ik aan het eind van het filmpje ga geven. En ik ga per stap ga ik met jullie haken, zodat je mee kan haken. Zij begint met een fundament van stokjes dus. En zij heeft 9 lossen opgezet. Plus 3. Dan vanaf de derde losse ga je terughaken met stokjes in elke losse. Dus zet je eigenlijk 10 stokjes op. Het patroon is altijd in even aantallen opzetten. Dus altijd met 2 extra opzetten. Dus even opzetten. Ik heb er 2, 4, 6, 8 opgezet. Want ik maak altijd een begintoer met stokjes. Komt hier een link te staan. Als je die klikt kan je precies zien hoe je met stokjes opzet vanaf het begin. En dan opent zich een nieuw venster, dus je bent niet dit filmpje kwijt. Kan je straks eventjes aan het eind van het filmpje, of als je er aan toe bent, kijken hoe je met stokjes opzet. Dus ik heb er 2, 4, 6, 8. Ga ik er nog 2 bij maken. En ik maak de stokjes als volgt. Ik geef een steek aan de onderkant, maak ik af. Ik zet een nieuwe steek voor de onderkant op. En ik maak een stokje. En hetzelfde, ik pak onder 2 draadjes, waardoor je dus, als je goed kijkt, ik zal hem eventjes opzetten, ook die steken mooi aan de onderkant krijgt. Als je dus nog een afwerkrand moet maken, kan je prachtig zo'n steekje oppakken in plaats van het zoeken naar één zo'n klein lusje van een opzetlarij met lossen. Dus ik maak de oude steek af, ik zet een nieuwe steek op en ik maak mijn stokje. En ik heb nu ook 10 stokjes opgezet. Mooie flexibele rand. Daarom wil ik hem graag even laten zien. Dan gaan we naar de stap van Kim weer terug. Het fundament hebben we gemaakt. En nu gaan we beginnen met de zandsteek. Oftewel in het Engels grid stitch. En dat is 1 losse omhoog. En zorg dat die losse een beetje echt los opgezet is. Want dan moet straks je halve stokje in. Je gaat draaien. En dan ga ik hem ietsje dichterbij zetten. Want we gaan een half stokje maken in de eerste steek. Dit is je eerste steek. Dus je maakt een omslag. In de eerste steek, dus meteen na je losse die steek. En je maakt een half stokje in de eerste steek. Dan gaan we stap 2. Sla 1 steek over en maak een vaste in de volgende steek. Dus deze steek slaan we over. En in deze steek gaan we een vaste maken. Dat is stap nummer 2. Stap nummer 3. Maak naast de vaste ook een stokje. Dus in dezelfde steek gaan we het stokje maken. Omslag, draad halen, door 2, door 2. Dat is je stokje. Dan zegt stap 4. Herhaal. Sla 1 steek over, een vaste in de volgende steek en een stokje in de volgende steek. En dit moeten we herhalen tot het einde van de toer. Dus 1 steek overslaan. In de volgende steek alle 2 de draadjes pakken, dat is wel belangrijk. Een vaste en een stokje. En dan hebben we nog 1 keer de herhaalstap. 1 steek overslaan, in de volgende steek een vaste en een stokje. En dan zijn we er nog niet, want we hebben nog 1 steek over. Die eerste 3 lossen die je opgezet hebt aan het begin, je eerste stokje. En dan zegt hij, laatste steek is een half stokje. In de laatste steek dus omslag.
ga ik hem even omdraaien. Je hebt 1, 2, 3 lossen opgezet. En dan in die derde lossen gaan we door deze twee draadjes, ga je je halve stokje maken. Dus je pakt aan deze kant het draadje op. Draai je werkje om, pak je aan die kant het lusje op. Of de steek. Ik weet niet, het is maar net hoe je het wil noemen. Dus je hebt nu 4 op je haaknaald staan. Dan ga je draad halen. Heb je er 3 op de haaknaald. En in 1 keer door alle 3 je halve stokje gemaakt. Klein beetje weer groter zetten. Dan gaan we stap 5. 1 losse. Zet weer een losse losse op. Dus dat hij mooi een grotere losse heeft. Draaien. Gaan we omslag in de eerste steek. Weer 2 draadjes oppakken. Draad halen. En door alle 3 de lusjes heen. Een half stokje in de eerste steek. Stap 6. 1 steek overslaan. Een vaste in de volgende steek. En een stokje in de volgende steek. Dus net als de heenweg. En dan 7 is herhaal stap 6 als het ware. Dus eentje overslaan. En vaste in de volgende steek. En een stokje in de volgende steek. En dan ga ik even wat laten zien. Je slaat het stokje over van de vorige toer. En dat kan je zien, dat is dit langere gedeelte. En je moet in de vaste van de vorige toer je vaste opnieuw maken. Hoe zie je een vaste? Ik ga het even zo doen. Je ziet 2 schuine draadjes liggen. Dat is je vaste steek. Die heeft 2 van deze draadjes. Daarboven zie je dat die opening zit. Als je daarin steekt, pak je 2 draadjes op. Dat is je vaste opening. Dus in die vaste maak je een vaste en een stokje. En dan ga ik het nu ook even laten zien. Hier zie je dus, je hebt je vaste gemaakt. Die geeft 2 van deze draadjes. Je hebt je stokje gemaakt. Die maakt een langer geheel, zeg maar, als de vaste. Zie je het verschil? Die heeft dat dwarsdraadje, dus dat is niet zo'n mooi veetje als de vaste. Dus 1 steek overslaan. Zie je hier weer die 2 draadjes. Daartussen kan je die 2 draden oppakken. Dus draad halen, vaste en je stokje. En dan zijn we weer bij het einde van de toer. En dan moeten we omslag. Dan zie je dat hier zit je grote steek, maar dat is van je halve stokje. Hier zie je dat hele kleine gedraaide steekje. En die ga je oppakken. Dus je zorgt dat je aan deze kant die 2 draadjes oppakt. Dan heb je er weer 4 op je haaknaald. Draad halen. En je maakt je halve stokje. Dan heb je 2 toeren zandsteek gemaakt. Ik ga nog 1 keer heel rustig voordoen. Dus je maakt hem iets groter het lusje, waardoor je een losse opzet als het ware. Zodat je straks mooi erin kan steken. Draaien, omslag. In je eerste steek ga je draad halen en je halve stokje. 1 steek overslaan, dat is je langere stokje. Als je zo je haaknaald erop legt, past die gewoon helemaal zo op je stokje. Als je dat doet, zie je daarnaast hier mooi dat veetje liggen. Daar zit je vaste. Daar maak je een vaste en een stokje. 1 steek overslaan, dus 1 zo'n steek overslaan. In de volgende, je ziet weer het veetje. In die vaste maak je een vaste en een stokje. 1 steek overslaan, in de vaste maak je een vaste en een stokje. En de laatste, 1 steek overslaan. Hier zie je weer die mooie grote opening van de vaste. Een vaste en een stokje. En dan de laatste. Dit is de grote lus van je halve stokje. Hiernaast... Zie je, hier zit je halve stokje. Hiernaast zie je die 2 draadjes. Dat is van je losse. Die ga je oppakken. Eerst omslag natuurlijk. Wel even goed doen. Hieronder pak je dat draadje op. En dan heb je je halve stokje. Zie je, dat is dat net dat kleine gaatje aan het begin van je toer. Daarom vraag ik ook om in het begin echt even zo een losse te maken. Zodat je hier
mooi dat stukje ziet wat je straks gaat pakken. Nou, dit is de zandsteek by Mom Kim. Erg mooie steek, zeer compact, kan je op vele manieren toepassen. Dit is de link naar Kim's website www.bymomkim.wordpress.com. Daar kan je daar naartoe. Als je de link niet ziet, betekent waarschijnlijk dat je of op een tablet werkt die het niet pakt of op een telefoon. Kijk dan even in de beschrijving. Daar vind je de fototutorial terug. Als je onder tutorials kijkt bij Kim, vind je de fototutorials terug van deze steek. Maar ook van heel veel andere steken. We gaan proberen om elke week minstens 1 of 2 steken te laten zien. Dus blijf ons volgen, want er komen nog hele mooie patronen en steken aan. Kan je de link niet vinden? Kijk dan even op deze klikbare link. www.haakwerkje.nl. Dat is mijn hobby-site waar ik een blog bij hou, waar ik alle linkjes bij hou en waar je ook weer terugkomt naar tutorials die ik gemaakt heb. Bedankt voor het kijken, heel graag tot de volgende tutorial en heel veel succes met haken!